Chris, wederom een jaar met 7 buggies. Van waar wederom dit project? Omdat ik er van uitdagingen hou. Omdat we iets unieks hebben. Omdat we mensen hebben die met passie dit doen. En thuis op de bank zitten, daar zijn we niet zo voor. Dus vandaar dat we weer op pad zijn. Hè? En de teamsamenstelling is wel volledig anders dan vorig jaar. Kan je daar iets over vertellen? Wie rijden er allemaal? We hebben gelukkig nog wat Nederlanders in het team zitten, nog steeds. Tim, Pierre en Dees. Het gaat wat internationaler worden. We hebben een Spaanse rijder, Albert. En we hebben 3 Argentijnen. Norberto, Emiliano en Juan. Dus het zijn jongens die ook weten hoe je moet sleutelen. Het zijn jongens die meedenken, bepaalde oplossingen aandragen. En ja, dat is wat je moet hebben. Je moet gewoon mensen hebben die bereid zijn om ver te gaan en ook mee te denken aan de technische kant. Het is Argentinië, ze zijn autogek. Nou hebben we 3 Argentijnse rijders. Merk je daar iets van of valt dat wel mee? Nou, we weten niet wat er over ons heen komt. Het is ongelooflijk. Net ook een of andere live feed naar 28 miljoen kijkers. Gigantisch ontvangen hier in Guatapé Racing. Die zijn er zeer gastvrij. Grote werkplaats hebben in beslag genomen. Om een eigen bivak overdekt om de schaduw te kunnen runnen. En het gaat maar door. Het houdt gewoon niet op. Het is waanzinnig. Het podium, het eindpodium. Hoeveel buggies wil je daar zien aankomen? Nou, je moet realistisch blijven. Kijk, tuurlijk allemaal. Weet je, dat is makkelijk antwoorden. Maar ik denk, we hebben een hoop nieuwe rijders. De statistieken van Dakar geven 9% aan voor je eerste Dakar deelname dat je aankomt. Daar hebben we er 3 van. Dus dat is heel moeilijk te zeggen. Maar als we nou meer dan 3 of meer aan de finish krijgen, dat zou mooi zijn.